Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Welkom. Wie mij niet kent, ik ben Marij Preneel. Ik ben districtsburgemeester in Borgerhout, hier achter de hoek. En ik heb de eer om jullie allemaal welkom te heten hier op het stukje zomerweekend in Antwerpen. De zee is mooi en wijds en rustig, maar voorlopig zullen we de rust en de gezelligheid hier moeten vinden, in Park Spoor Noord in 2060 Antwerpen. Het is hier ook niet mis en het is, Antwerpen is vooral een thuishaven van heel veel groenen. Ik ben blij dat jullie allemaal veilig hier zijn geraakt. Want hoewel ik graag met jullie had gehad over het geluk dat we proeven na een lange coronatijd om opnieuw vrienden en familie te kunnen zien, een beetje voorzichtig. Of ik had graag verteld over de mooie wandelingen tijdens de zomer of de lekkere pannenkoeken die ik heb gegeten in Borgerhout op Spoor Oost. Maar ik kan niet anders dan het hier in Antwerpen te hebben over de dood van twee zusjes in de Lange Leemstraat deze week. Een tragisch verkeersongeval, zo wordt het genoemd. Maar het ongeval is helaas geen toeval. Want het pijnlijkste van heel het verhaal is dat de dood van die twee jonge kinderen perfect vermeden had kunnen worden. Als dit stadsbestuur in Antwerpen met de N-VA op kot kruispunt per kruispunt zou kiezen voor de veiligheid van voetgangers en fietsers, dan was dit ongeval nooit gebeurd en liepen de twee meisjes nu nog vrolijk voor hun moeder uit. Maar Koen Kennis en Bart de Wever vinden dat er één ding belangrijker is dan het leven van een voetganger of een fietser. En dat is dat chauffeurs in hun ronkende voertuigen niet te lang moeten wachten. Ze vinden het belangrijker dat de auto's doorstromen dan dat een kind levend de overkant van de straat bereikt. Hoe cynisch kan een beleid zijn? Hoe cynisch kan je als verantwoordelijke schepen zijn als je daags na het ongeval die keuze voor autodoorstroming zonder verpinken komt verdedigen op tv? Hoe kunnen Koen Kennis en Bart de Wever nog in de spiegel kijken? En toch is dit hoe het in Antwerpen draait. Het is de nachtmerrie van elke ouder, van elke broer of zus, dat zijn of haar broer, zus, kind wordt doodgereden in het verkeer. Wij kunnen dit als Groen niet accepteren. Als grootste oppositiepartij in de gemeenteraad en zoals we in de meerderheid zitten in het district Antwerpen en het district Borgerhout, kunnen we en mogen we niet aan de kant blijven staan en lijdzaam toezien hoe op tientallen plaatsen in deze stad de lichten zo zijn afgesteld of de oprit zo is aangelegd dat accidents are waiting to happen. Op 3 september, bij de start van het schooljaar, voert Groen actie aan een aantal van die zwarte punten. We moeten dossiers bovenspitten, cijfers opvragen, fietsers en voetgangers waarschuwen en elke dag opnieuw aan de burgemeester Bart de Wever en aan minister van Mobiliteit Lydia Peters vragen wat ze gaan doen aan de doden in het verkeer. Want het kan perfect anders. Oslo, bijna 700.000 inwoners, 0 verkeersdoden in 2020. Antwerpen, 528.000 inwoners, 12 verkeersdoden. Dat is elke maand 1 dode. Dichter bij huis zien we een moedig mobiliteitsbeleid in Brussel, in Leuven, in Gent. En we zien hoe er wel moedige keuzes worden gemaakt. En dat moet hier in Antwerpen ook. We moeten verder, maar laat ons vandaag toch een minuut de tijd nemen om stil te staan bij de twee zusjes die zijn doodgereden in de Lange Leemstraat en bij alle andere verkeersdoden die nutteloos gevallen zijn in Antwerpen en in heel het land.
Bedankt voor de stilte. En dan kondig ik nu graag de persoon aan waarvoor jullie naar hier zijn gekomen. Een straffe madame, helemaal uit het verre Deurne, onze voorzitter Meirem Almasi. Merci, Marije. Een andere straffe madame. Lieve vrienden, het is bijzonder om hier vandaag te staan in Parkspoor Noord voor een 34e editie van ons Groen Europese Zomerweekend. En ik heb er echt naar uitgekeken. Al kon het door corona niet doorgaan op onze klassieke stek in Nieuwpoort, op dit moment in heel Vlaanderen, Brussel, zijn ongeveer 700 groenen overal samen op verschillende activiteiten. En het is goed om elkaar terug te zien en bij te praten, zij het met de juiste afstand. Om energie te tanken. Want als corona ons één iets heeft geleerd, dan is het wel dat we elkaar nodig hebben. De coronaregels zijn gelukkig versoepeld. Maar ik wil toch nog eens herhalen. Draag goed zorg voor jezelf en voor anderen. En als je nog niet gevaccineerd bent, haal dan toch maar even die spuit. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Vrienden, de afgelopen maanden waren zwaar. We kregen heel wat te verwerken. De nieuwe coronavarianten, de waterbom die ons land trof, de Taliban die Afghanistan terug heeft heroverd. En zoveel beelden staan op ons netvlies gegrift. Ik wil even terugkijken en stilstaan. Stilstaan met die honderden families in Duitsland, Nederland en België die getroffen werden door de zware overstromingen. Die hun familie verloren, hun huizen, die zelf gewond geraakten. Een enorme menselijke en economische schade. En de kracht van al dat natuurgeweld maakt stil en nederig. Maar tegenover die hartverscheurende beelden van kolkende waterstromen, kapotte huizen, verwoeste dorpen, zag je meteen ook de beelden van hoop. Van spontane, directe solidariteit van duizenden mensen, Vlamingen die naar Wallonië trokken. Mensen die onderdak verleenden. Mensen die geld en materiaal doneren. En mensen die helpen met puinruimen en heropbouwen. Een bron van positieve kracht die opwelde tegen de kracht van de vernietiging in. En met die gedachte vertrok ik op reis naar familie in Turkije, waar ook bosbranden woeden. Met man en macht was men er aan het blussen. En ook daar was er zoveel leed, maar tegelijkertijd ook zoveel spontane solidariteit. En niemand van ons was dan ook verwonderd toen het nieuwste internationale klimaatrapport begin augustus bevestigde wat velen onder ons al lang voelden. Deze klimaatrampen zijn geen losse incidenten. Ze zijn een direct gevolg van de klimaatverandering. De klimaatcrisis is hier sneller en ernstiger dan verwacht. De tijd van palaveren is voorbij. Om te kunnen beschermen wat ons lief is, moeten we nu ingrijpen. En het goede is dat de oplossingen voor handen liggen. De mens ligt aan de oorzaak van deze crisis, dus de mens kan ze ook terug oplossen. Het is alleen een kwestie van politieke wil. En beste vrienden, met de federale regering hebben we daarom gekozen voor een ambitieus klimaatbeleid met 100% hernieuwbare energie. Investeren in offshore windmolens, in het spoor, waterstoftechnologie, elektrische wagens, digitalisering. En wij laten daarbij niemand achter. En dat bewijzen onze groene ministers. Vicepremier Petra de Sutter, zij is hier vandaag. Zij zorgt voor meer diversiteit, emancipatie, vergroening van onze overheid. En waakt over de sociale ambities van deze regering. Het optrekken van de uitkering, het mentaal welzijn van onze burgers. Bijvoorbeeld dankzij de verdubbeling van het geboorteverlof voor ouders en meeouders. Gerealiseerd dankzij Petra. En minister van Energie, Tine van der Straten. Dan nog geen jaar minister van Energie, maar ze heeft er nu al voor gezorgd dat meer dan 1 miljoen Belgen zeker zijn van een betaalbare energiefactuur. Zij betalen automatisch het goedkoopste tarief. Dat is groen en sociaal. APPLAUS.
En de minister van Mobiliteit, Elke van den Brand. Ik heb gehoord dat ze vlot vertrokken is uit Brussel, maar dan vast is komen zitten in het verkeer in Antwerpen. Zij is de architect van het nieuwe, groenere en vooral verkeersveiligere Brussel. 40 kilometer extra fietspad. De invoering van een zonederg, dat zorgt er nu al voor dat de Brusselse kinderen, hun kinderen, Brusselse ouders, hun kinderen volgende week een pak geruster naar school kunnen laten fietsen. Vrienden, dat zijn onze drie groene ministers. Maar naast hen, wie onze partij de vorige jaren gevolgd heeft, weten we dat we overal in Vlaanderen schitterende groene doeners hebben. Marij is er één van. Hier zitten er heel veel. Schepenen, gemeenteraadsleden, militanten, vrijwilligers, gedeputeerden die schitterende dingen realiseren. Van de onthardingsambtenaren in Mechelen, Gent en Brussel, over het extra groen van buurtbossen in pakweg Sint-Niklaas, tot de speelpakketten voor kinderen in Oostende en Borgerhout. Onze groene recepten maken het leven zoveel aangenamer. En beste vrienden, moedig beleid, dat werpt vruchten af. Burgers snakken naar heldere beslissingen, een duidelijke visie, naar eerlijke keuzes. Keuzes die hen het leven makkelijker maken. Die hen beschermen, die hen enthousiasmeren en hen mee op sleeptouw nemen. En de Europese Unie heeft dat ingezien en heeft met haar Green Deal gekozen voor een belangrijke groene koerswijziging. Een gedeeld doel en samenwerking tussen lidstaten zijn daarbij essentieel. Niemand kan de klimaatcrisis in haar eentje keren. Maar we kunnen wel het voortouw nemen. En dat is exact wat de federale Vivaldi-regering binnen Europa doet. En dat voortrekkerswerk, dat werd opgemerkt. Gisteren bevestigde de Europese Commissie dat de manier waarop onze federale minister Tine van der Straten de energieswitch aanpakt een voorbeeld is voor de rest van Europa. Voor de eerste keer in sinds decennia kreeg ons land felicitaties voor het werk dat ze verzetten. Het is iets anders dan fossiel van de top. Het is goed. Die felicitaties zijn goed, die doen ook deugd. Maar het is niet genoeg. Want, lieve vrienden, die gigantische omslag naar een groen beleid, naar minder uitstoot, naar een betere toekomst, dat kunnen we niet alleen. Op de klimaattop in Glasgow, dit najaar, zullen alle beleidsmakers van over heel de wereld samen moedige beslissingen moeten nemen. Moeten samenwerken. En ook in eigen land moeten we samenwerken. Voor een echt ambitieus klimaatbeleid zal niet alleen Vivaldi haar doelen moeten halen. Daarvoor hebben we ook de Vlaamse regering nodig. Maar hier in het Vlaams gewest lopen we helaas hopeloos achter op de realiteit. De afgelopen 17 jaar misten we in onze rijke en welvarende regio doelstelling na doelstelling. De besparingen op het openbaar vervoer, de ondergrondse pijpleiding van Antwerpen naar Limburg, waarvoor bomen en woningen moeten wijken. De steeds verdere betonering van onze open ruimte. Steeds weer werkt de Vlaamse regering een vergroening van het beleid tegen. Nochtans zou de Vlaamse economie zoveel krachtiger kunnen zijn, mochten we die crisis als een kans omarmen. De Vlaamse steden en gemeenten zouden zoveel groener en koeler kunnen zijn, mochten we niet elke vierkante meter vol met beton gieten. Vlaanderen zou opnieuw een topregio kunnen zijn, mocht onze Vlaamse regering een minimum aan klimaatambitie hebben. Wat een opluchting zou het zijn, mocht de Vlaamse regering eindelijk eens benadrukken wat kan, in plaats van steeds onder de lat te duiken. Zeggen wat niet kan, daarvoor doen wij niet aan politiek. Het dossier 3M is een perfecte illustratie van de situatie. Jarenlange besparingen op controlediensten, negeren van adviezen, illegale dadingen. Het milieurecht in onze regio blijft nog al te vaak een dode letter. In onze regio Vlaanderen moeten we eindelijk eens de moedige keuzes durven maken op vlak van milieu en klimaat. Onze eigen wetten volgen en de gezondheid en veiligheid van onze burgers voorop zetten. Het geweeklaag over het gebrek aan draagvlak en haalbaarheid is volledig naast de kwestie en lijkt meer en meer op een platte uitvlucht. Meer nog,
voor wie echt op de centen wil letten, is er op klimaatvlak alvast goed nieuws. Europa rekende ons voor dat we minstens 43% CO2-reductie kunnen realiseren met hetzelfde budget. Reken daarbij de kosten van alle rampen die we kunnen voorkomen en het plaatje is duidelijk. Als we willen vermijden dat we meer uitgeven aan de gevolgen van de klimaatsverandering dan aan de crisis zelf, dan moeten we nu in actie schieten. Er is een wereld te winnen. En je kan ook veel doen zonder dat het geld hoeft te kosten. Werken aan vertrouwen, bijvoorbeeld. In Nederland boomt de zonnepanelensector. Op amper een half jaar tijd is ze met 173% gegroeid. Er is een Vlaamse voorzitter, burgemeester van deze stad, die uit pure armoede met Nederland wil fusioneren. Terwijl ik zeg, wat Nederland kan, dat kunnen wij hier in Vlaanderen ook. Een grapje. Vrienden, we begonnen daarnet met een minuut stilte voor de twee meisjes die eerder deze week omkwamen in het tragisch verkeersongeval. Het zoveelste dodelijke incident in onze stad. En voor elke moeder, vader, ouder in ons land is dit de grootste nachtmerrie die je kan bedenken. Voor elke chauffeur die hoopt en bidt dat ze niks missen in het verkeer en geen ongeval veroorzaken. Het is moeilijk om te spreken over deze tragedie. En al helemaal omdat het geen alleenstaand feit is. Maar net daarom moeten we luidop durven zeggen, dit mag niet blijven gebeuren. Ongeval als deze hoeven geen wetmatigheid te zijn. Kijk maar naar Oslo en Helsinki. Ze bewijzen dat die doelstelling van nul verkeersdoden echt haalbaar is. Maar dan moet je ook beleid durven voeren. En dus conflictvrije kruispunten verkiezen boven doorstroming. Voetgangers en fietsers beschermen, ook al vraagt dat een minuut langer wachten. En als de bevoegde schepen empathie tonen voor mensen, in plaats van jezelf tot slachtoffer maken. Onze Antwerpse kinderen verdienen beter. Alle Vlamingen verdienen beter. Beste vrienden, mijn speech vandaag is een oproep over partijgrenzen heen, aan iedereen. Of het nu gaat over verkeersveiligheid of over klimaat, het is onze plicht om die uitdagingen vast te pakken en beter te doen. In Antwerpen, in Vlaanderen, in Brussel, België en Europa. Want het ergste wat ons nu zou kunnen overkomen, is dat alles hetzelfde blijft zoals voorheen. Dat we in een tijd van grote verandering zouden nalaten om geschiedenis te schrijven. Dat we geen antwoorden zouden geven op de zorgen van mensen. Dus is het tijd. Tijd om te handelen. Zodat we kunnen beschermen wat ons lief is. Zodat we van die anderhalve meter samenleving naar een anderhalve graad opwarming kunnen gaan. En terug naar beneden. Zodat we terug hoop kunnen brengen in uitdagende tijden. Het is dus tijd om die switch te maken naar een warme, duurzame samenleving. Een samenleving die zorg draagt voor het welzijn van mens en planeet. Als we samenwerken, dan kan dit kleine land zoveel grootse dingen doen. En dat is waar onze partij voor staat. Dat is waar wij voor gaan. Dat is groen in al haar vezels. En lieve vrienden, de sleutels voor een betere toekomst, die liggen op tafel. Heel veel Vlamingen, Brusselaars, Walen, heel veel Belgen staan ook klaar om die uitdagingen aan te pakken. Als je enthousiasme toont voor verplaatsing voor de fiets, dan springen ze ermee op. Allemaal mensen die in woelige tijden hun verantwoordelijkheid nemen en die hetzelfde verwachten van hun leiders. Er is geen resultaat zonder inspanning. De realiteit is soms morsig. Dromen, gedachten en overtuigingen alleen zijn niet genoeg om de realiteit te maken. Daarvoor is actie nodig. Daarvoor is samenwerking nodig. Daarvoor is standvastigheid nodig. En dat gaan wij doen. Wij weten waar we naartoe willen. En we zijn met velen. En dus is het
lieve vrienden, heel goed om samen te zijn, ook al zijn we nog steeds niet allemaal op één plek tegelijk. Maar wij samen maken een groenere, warmere toekomst mogelijk. En daar drink ik graag met jullie een glas op. Geniet van het zomerweekend. Geniet van elkaar. Dank je wel. Maak ik eraf of moet ik blijven staan? Merci. Ik heb mijn mondmasker nog niet op. Merci. Dank je wel. Dat podium is er alleen maar voor mij, want anders... Maar hij ziet iedereen, maar mij niet. Tot straks. Geniet ervan.